Gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. De publieke tribune is bijna leeg. En ik kan me zo voorstellen dat dat symbool staat voor de desillusie die de Groningers vandaag opnieuw in Den Haag hebben moeten meemaken. Ik vind het echt ongelooflijk. Voorzitter, de kern van het debat zit wat de Partij voor de Dieren betreft bij de verantwoordelijkheid van het kabinet om zorg te dragen voor de veiligheid van alle inwoners van Nederland en dus ook de Groningers. En ik kan niet anders dan concluderen dat de risico's waaraan we Groningers blootstellen voorzienbaar zijn en afwendbaar. Namelijk, we kunnen iets doen om de risico's te verkleinen, die gaswinning verder terugbrengen. En dat het kabinet dat niet doet. En ik waarschuw het kabinet, u blijft hier in gebreken. U kan nalatigheid worden verweten. En ik heb sterk de indruk dat dat ook zal gebeuren. Voorzitter, het kabinet noemt de veiligheidsrisico's voor de Groningers acceptabel, maar er is geen enkele manier waarop de Kamer dat goed kan controleren. Er zijn wel ernstige twijfels over. Dus die conclusie dat die risico's acceptabel zouden zijn, die deelt de Partij voor de Dieren zeker niet. Voorzitter, er zijn moties ingediend die ik mede onderteken of steun om in elk geval af te spreken dat we niet meer dan 30 miljard kuub per jaar gaan winnen. En er zijn ook nog andere scenario's mogelijk, vandaar dat ik op dat punt ook nog een motie heb. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het kabinet zegt de veiligheid voorop te stellen, overwegende dat dit zou betekenen dat er wordt uitgegaan van het laagst mogelijke productieplafond van Groninger Gas, waarbij de leveringszekerheid nog zeker is gesteld. Constaterende dat uit onderzoek blijkt dat de productiebandbreedte om aan die zekerheid te voldoen 21 tot 35 miljard kuub per jaar is, verzoekt de regering scenario's uit te werken waarin de productieplafonds voor 2015 en 2016 terug worden gebracht tot 21 miljard kuub gas per jaar en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door mevrouw Van Tongeren. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. Voorzitter, en een belangrijk onderdeel is dat we natuurlijk besparen, want zoals een smeerkaasreclame altijd zei, wat er niet aankomt, hoeft er ook niet af. En wat je niet gebruikt, hoef je niet op te pompen, vertaal ik dat dan maar even. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat er in Nederland erg veel onbenutte mogelijkheden zijn om miljarden kubieke meters gas te besparen. Waaronder het stoppen van de productie van kunstmest, het stoppen van gasverspilling van de totale Nederlandse aardgas in de glastuinbouw, het in versneld tempo isoleren van de bestaande woningvoorraad, het verbieden van de lozing van restwarmte door de industrie en het in rijkshanden nemen van de handhaving van de wet milieubeheer, zodat bedrijven eindelijk gehouden worden aan de verplichting te investeren in energiebesparende technieken, verzoekt de regering voortvarend aan de slag te gaan met bovengenoemde besparingvoorstellen, zodat Nederland snel onafhankelijk kan worden van aardgas en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. Voorzitter, mijn laatste motie. Ik heb niet voldoende tijd om die in te dienen, maar nogmaals, tegen de bierkaai in. Ik roep de minister op om op zijn schreden terug te keren en te doen wat bij zijn verantwoordelijkheid hoort om de veiligheid van alle inwoners van Nederland te borgen. Dank u wel. Geef ik nu het woord aan mevrouw Van Tongeren.